U hebt dat turnen bij de Olympische Spelen ook wel bekeken? Ja, natuurlijk. Daar mocht ik ontzettend graag naar kijken. Maar dat is me niks ontgaan. Want dat vind ik zo mooi. En dan dacht ik, ha, kon ik dat zelf nog maar. Maar het houdt een keer op. En dat is zo jammer. Kijk heel veel naar tennissen. Want dat was mijn lievelingssport. En als dat op de tv is, dan kijk ik, denk ik, oh ja, oh wat zalig. U tennis? Dat zei mijn vader en moeder, die kwamen uit Zwolle. Maar toen kreeg mijn vader een baan in Almelo. En daar hadden we toen een eigen zaak, een eigen kleermakerij. Toen ben ik als kinderjuffrouw gegaan, bij een deftige familie. Want als je dat doet, dan kom je vanzelf op prachtige plaatsen. En wat je zelf niet kon betalen. Dus als je bij een deftige familie als kinderjuffrouw was, dan maakte je vanzelf alles mee. En dat was mijn bedoeling ook. Ja. En ik weet niet meer hoeveel plaatsen, maar overal zijn we zo'n beetje geweest. Dat heb je als je naar bij deftige familie, die gaan overal heen. En als kindjevrouw ga je vanzelf mee. Londen enzovoorts, allemaal geweest. Ja. En hoe ontmoette u uw man? Ja, precies. En die was kleermaker en die had de contrabas. Daar speelde hij op. Dus als hij met de contrabas wat te doen had, dan was hij daar. Maar als hij niks te doen had, was hij bij mijn vader op de kleermakerij. Ja. Moet je zien dat je zelf later trouwt met een kleermaker. Want jij bent een lastig portret. Ja. Dat ging dan over de lengte. Mijn vader wou lang en ik wou kort. En dat was de, maar dat was de mode, kort. Maar nee, mijn vader, nee, lang. Maar fijn, dat was vechten altijd tussen ons beiden. Ja, u hebt 3 kinderen gekregen? Ja, 3. 2 jongens en een meisje. Maar dat meisje, dat leeft niet meer. Nee, dat is heel jammer. Ja, maar fijn. Ik heb nog 2 hele lieve jongens. Ja. Wat is uw recept nou voor een lang leven? Om elke dag te nemen zoals die komt. En niet zeuren. Dat zijn heel voorname dingen. Want dat doen hier die oudjes. Die zeuren hier van eeuwigheid tot zaligheid. Blijft u nog op de hoogte van de politiek en zo? Van wat er gebeurt? Ja, dat volg ik ook. Want ik moet erover kunnen meepraten. Ja. Want als je niet mee kunt praten, nou, dan zit je erbij als een pilaatje. Ja. Want ik zeur niet. En ik neem de dag zoals die komt. En dat is het allerbeste wat je doen kunt. Want zitten zeuren heen niks aan. En de mensen ook niet.